Goedemorgen allemaal en welkom bij het webinar van Korsakoff Centrum Slingerdaal. Vandaag voor de eerste keer vanuit Microsoft Teams. Hiervoor werkten we altijd met Demio. Moeten zelf ook even wennen aan hoe het er nu uitziet. Dus ik zou jullie willen vragen, kunnen jullie even in de chat zetten wie je bent en voor welke organisatie je werkt? De chatfunctie kun je aanklikken door op chat te klikken. Bij ons zien. Kijk, er komen al reacties binnen. Kijk, Sabine is de eerste vandaag. Die werkt als maatschappelijk werker voor Heemstede en Magenta Zorg. En er komen nog meer. Je kan dus de chatfunctie tegelijkertijd openen en dan zie je hem naast aan de rechterkant van het scherm. Ik ga ondertussen al wat vertellen. Want we hebben vandaag een webinar over de eerste ervaringen van het Korsakoff Café. Het Korsakoff Café is een nieuw initiatief. Eigenlijk ontwikkeld door Sandra Vlag en Romy Groeneweg, die vandaag ook meer gaan vertellen. En zij werken allebei als case manager. En ook nog leuk is om te vertellen, wij werken voor twee verschillende organisaties natuurlijk, maar we vinden elkaar natuurlijk in het Korsakoff Kenniscentrum. Dus Sandra en Romy kennen elkaar ook via het Korsakoff Kenniscentrum en daarna verschillende nieuwe overleggen binnen de vakgroep case managers. Ja, en vandaag klopt. Gaan ze meer ja klopt hè ja en ja, vandaag ja. gaan ze meer vertellen over hun werk als binnen het Korsakoff Café. Ik wil nog een paar korte dingen vertellen voordat we echt van start gaan en ik hun het woord geef. De hele vergadering van vandaag, dus ook het webinar, wordt opgenomen en kun je ook later terugkijken. Dus mocht je collega's hebben die dit ook interessant vinden, maar die vandaag niet kunnen aanhaken op dit moment vanwege verschillende redenen, dan kunnen die alsnog hem terugkijken. Verder had ik overleg gehad met Sandra en Romy en beide zeiden van ja, we vinden interactie ook wel leuk. We vinden het leuk als jullie ook iets zeggen. En dat kan eigenlijk op twee manieren. Je kan zelf je hand opsteken en dan ook wat zeggen. En dan kan ik bijvoorbeeld iemand op het podium als het ware roepen. Maar je kan ook, als je denkt van nou, ik vind dat wel erg veel, te veel van het goede, kun je ook de vraag in de chat zetten. Nou, nog even terug naar de chat. Ik zie dat er heel veel reacties inmiddels zijn. Mensen verschillende rollen, maatschappelijk werk, case management. Sommige mensen, netwerkcoördinator zie ik hier ook. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga het woord overdragen aan Romy en Sandra. Veel succes vandaag. Dankjewel, Erik. Welkom allemaal. Wij moeten wel even kijken waar we nou heen gaan kijken, want daar zit een camera, maar daar zit ons scherm. Dus als we jullie even niet in de ogen kijken, dan weet u dat we op ons scherm aan het kijken zijn. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik denk dat het goed is om te beginnen met deze dia. Moet jij nog wat, wat over je nieuwe logo vertellen, Sam? Ja. Nou, ik ben Sandra Vlag. Ik ben case manager van het parkhuis, locatie het Dijkhuis. Dijkhuis is de Korsakoff locatie, waar wij plek hebben voor 42 cliënten. Daarnaast doe ik ambulant werk, maar ook een aantal ambulante cliënten die ik thuis begeleid. Nou, het parkhuis, vanaf 1 april gaat dat Salios heten. En dan hebben we een samenwerking met het Spectrum en Zwinhoven. Ja, dus het Salios is voor mij ook nog nieuw. Het is het nieuwe logo's, vers van de pers. Het is nog helemaal nieuw. Het zit nog niet in je systeem. Nee. Nee, komt vanzelf. Dus vandaag hebben jullie ook een beetje een primeur. Ik ben Romy, ik ben Romy Groeneweg. Ik ben case manager Korsakoff bij Slingerdaal. Slingerdaal is het doelgroep expertisecentra in Rotterdam. Wij hebben op dit moment 165 bedden gevuld in totaal. En daarnaast hebben we ook best een grote ambulante tak, waarbij ons Korsakoff begeleidingsteam thuis aanwezig is en werk verricht. En
Lisa van Hattem, mijn nieuwe collega case manager Korsakoff en ik zijn de overkoepelende tak in. En ik denk dat onze ambulante tak nu iets van 27 tot 30 cliënten telt. Daar zorgen wij voor dat die mensen eigenlijk nog zo lang mogelijk veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen. En waarom dit thema zo belangrijk is, dat komt straks verderop ook nog wel aan bod. Maar weet je, een cliënt is nooit alleen. Er zijn altijd mensen omheen, ongeacht wat er altijd gebeurd is met de mensen. Wat voor voorvallen er zijn gebeurd. Het is ook dat ze vaak nog wel iets van een netwerkje hebben. En wij vinden het heel erg belangrijk om dat netwerk betrokken te blijven houden bij de cliënt eigenlijk. Het is heel fragiel vaak, maar wij hebben daarin dus een hele belangrijke rol. Die kunnen wij hebben, die belangrijke rol. Ja. En daar gaan we jullie wat meer over vertellen. Ja, dus we beginnen straks eventjes met een stukje over samenwerken met de mantelzorger. En als laatste eindigen wij met de uitkomsten van het Korsakoff Café en hoe nu verder daarin. Even kijken. Wij hebben een poortje, dus... Wij zijn eigenlijk wel benieuwd... Wie van jullie er zelf ook mantelzorgtaken heeft? Ben jij een mantelzorger? Dus als het goed is, kunnen zij dat nu gaan invullen, Erik? Klopt dat? Ja, even tadaa. Kijken. Daar komt ie. Ja. Zouden jullie het in willen vullen? Wie er zelf ook een mantelzorger is? Je moet ook op verzenden klikken, anders komt hij niet in beeld. Ja, doe jij mijn is maar. Oké. Oh, een beetje. Oh, je ziet het wel veranderen. Nou, er wil nog iemand even toegevoegd worden. 13. Verbazingwekkend. Ja, hè? Ja. Ik had eigenlijk meer verwacht dat het ja zou zijn. Ja. Hij als zorg, met ons zorghart, dat we toch wel vaak... Kijk, hij is 67% die geen mantelzorgtaken doet. Dat is echt goed. Nou, dan zijn we een beetje uniek dan. Dat denk ik. Ja. Haar verandert nog een beetje. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is dat te zien is dat er binnen de mensen die nu aanwezig zijn, dat er niet heel veel mantelzorgers zijn. Hij verandert nog een beetje naar ja en een beetje zie ik staan. Ik schrijf heel eventjes de percentages op. Vind ik leuk om zelf te hebben. En wat is een beetje mantelzorg? Ja, ik denk dat wij soms ook wel eigenlijk onszelf, dat we het een beetje onderschatten. Dat we denken, we doen een beetje, maar onbewust of ben je er toch wel veel uur per dag mee bezig. Ja. Het is niet alleen maar heel concreet, maar ook achter de schermen of in je hoofd. Dat je denkt, oh ja, misschien moet ik toch nog even bellen of mijn vader wel wakker is. En dus het is misschien wel meer dan we onszelf beseffen. Ja. Dat is ook, heb jij ook nog wel een vraag over, hè? Ja, we hebben nog een klein polletje. En dat is, vind je, voor degene die ja en een beetje hebben geantwoord, is deze vraag eigenlijk, vind je het mantelzorg een belastende taak? En daar zouden we eigenlijk ook nog wel eventjes antwoord op willen hebben. Ik wil hem even in, voor ons. Oh. Ik ben wel benieuwd. Oh, ik zie dat Atlant-collega's de poll niet kunnen invullen. Voor nu heb ik daar geen oplossing voor. We nemen dat mee, want dit is de eerste keer met MS Teams. Aan het eind zullen we ook meenemen hoe dit werkt. En sorry. Ja. Nou, hier zie je ook wel een verdeling eigenlijk in. 36% vindt het toch ook wel een belastende taak. Een beetje, mij lukt het wel. Ik zie allemaal dingen ineens elke keer oppoppen. Ja. Nee, maar je ziet hem al verschuiven. Dat toch bijna de helft het toch ook wel belastend vindt. Ja, nou ja, ik denk, ik weet niet, als je vanuit jouw situatie kijkt, dat het ook wel zwaarder wordt gedurende de tijd. Ja. En het kan voor iedereen zijn. Hè? Het kan voor een familielid zijn mantelzorg, maar het kan ook zijn voor een kennis of een buurvrouw die naast je woont, dat je even boodschapjes doet en dat je denkt s'avonds van, ik heb wel echt eigenlijk heel de dag alleen maar gerend en gevlogen en het komt niet helemaal uit, maar ik doe het toch maar eventjes voor die buurvrouw. Dan kan het ook wel eens een beetje als een belasting gaan voelen. Ja. Als je er echt tijd voor moet gaan maken. Maar wij vinden het wel interessant om dit te zien. Maar wat is mantelzorg nou eigenlijk? Hè?
Wij gaan eventjes een paar slidesjes verder. Ja, want jij bent naar een webinar geweest of een symposium. Naar een congres ben ik geweest met twee collega's. En dat is het congres Samenwerken met de Mantelzorger. En dat was 2 weken geleden, dus best wel heel recent nog. En daar kwam ook mantelzorg.nl. En zij beschreven eigenlijk mantelzorg zoals jullie in de dia kunnen zien. Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit dienst directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners vallen hieronder. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp. En zij lieten die daar ook heel groot zien. En wat daar heel erg opviel, er werd ook gevraagd van wie is de mantelzorger? Daar stak denk ik 70% van de aanwezigen, en het waren tussen de 200 en 250 mensen, stak hun hand op om die mantelzorger was. Dus je ziet wel dat het steeds meer is dat er mantelzorg wordt verwacht, hè, van naasten uit hun sociale omgeving. Maar we hebben hier ook nog even een heel klein kort filmpje bij. Kan ik dit zo instarten? Heb ik dit? Ja. Geluid is wel zacht. Ja. Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is? Horen jullie dit? Psychische problemen heeft of hulpbehoefend is. Dan ben jij mantelzorger, ook als deze zorg vanzelfsprekend voelt. Bijvoorbeeld als je voor je kind met een beperking bent. En als jouw ouders vroeger voor jou hebben en jij voor hen zorgt. Is dat dan ook mantelzorg? Ja, je zorgt voor je naaste omdat je een speciale band hebt. Vaak heb je ook geen keus. Je bent gewoon nodig. En wordt er niet voor betaald. Het begint vanaf dat je een boodschap doet of meegaan naar de huisarts. Totdat je opeens bijna dagelijks voor diegene zorgt. Je dient bijvoorbeeld ook medicijnen toe, helpt met douchen of je doet de administratie meer het geld. Daarnaast kun je het gevoel hebben dat je altijd alert en beschikbaar moet zijn. Het zit continu in je hoofd. In plaats van een vader, kind, zus of partner te zijn, ben je nu hulpverlener. Zorg voor een ander is mogelijk. Maar het kan soms ook pittig zijn. Bijvoorbeeld als je de zorg combineert met je werk. Jij bent niet de enige. Mantelzorg kan iedereen overkomen. Hou het niet voor jezelf. Praat erover. Bel met de mantelzorglijn. Of kijk op mantelzorg.nl voor meer tips en praktische informatie. Mantelzorg.nl is er voor jou. Ik las in de chat dat sommige mensen een echo hadden. Ja. Daar hebben we ook geen oplossing voor. Ik denk dat die bij iedereen individueel afspeelde en bij jullie, Sandra en Romy. Dus dat wij hem twee door elkaar hadden. Ja. Was het te volgen? Even, wil iemand in de chat daar iets over zeggen? Of is het, was het moeilijk te volgen? Ja, zie ik hier van iemand. Yvonne zegt dat het te volgen was. Ja. Was te volgen, oké. Okay. Nou, dan en anders is het altijd mogelijk om even straks het filmpje via mantelzorg.nl even op te zoeken en nog even opnieuw te bekijken. Ja. En eigenlijk kunnen we daar naartoe eigenlijk wel een beetje de vertaalslag gaan maken naar ons werk als case manager. En hoe doen wij dat nu met mantelzorgers? Want vanuit de praktijk en met deze doelgroep, de Korsbof doelgroep, zijn er toch wel wat familiebanden vaak verstoord. Mensen hebben vaak geen contact meer met hun vader of moeder of broer, zus. En ligt het toch wel heel complex. En zijn er toch gewoon heel veel dingen gebeurd waardoor het gewoon heel moeilijk is om voor diegene te zorgen of dat weer op te pakken. Ja. Maar we hebben wel gemerkt in ons werk dat wij daarin een hele belangrijke rol kunnen hebben en kunnen betekenen. Ik heb een cliënt, daar kom ik al een aantal jaren kom ik daar thuis, die begeleid ik in de thuissituatie. En zoons hebben zich helemaal gedistanceerd eigenlijk van vader. Maar vader zijn huis begint te vervuilen. Kan eigenlijk niet zo goed meer voor zichzelf zorgen. Wil absoluut niet naar een verpleeghuis. En ik heb gevraagd aan die zoons van, joh, kunnen jullie wat ondersteunen? En heb hen uitgenodigd voor een familiegesprek bij je vader thuis. En samen met hun gekeken van, joh, wat zou je nog wel kunnen doen? En door samen daarover te praten en hele concrete afspraken te maken. En eigenlijk hele simpele dingen als 1 keer in de week eens een keer wat eten brengen. Een keer de schuur opruimen. Hebben ze concrete handvaten en dat hebben ze eigenlijk wel nodig. Waarbij zoon ook tegen mij zegt, ja Sandra, je vraagt dat wel van ons. Maar je beseft eigenlijk niet hoe mijn vader vroeger was. Mijn vader was eigenlijk helemaal niet zo leuk.
Hè, ik heb als kind, mijn vader zat regelmatig in de gevangenis. Wat moest ik nou vertellen op school? Hij zegt dus, ja, eigenlijk soms ben ik wel een beetje klaar met mijn vader. Maar aan de andere kant, ik snap het dat hij eigenlijk ook wel een tweede kans verdient. En door jouw rol kan jij ons wat meer sturen en helpen. En ben jij ook wel een beetje de buffer voor ons tussen vader en ons. En ik merk dat deze hele simpele manier en heel voorzichtig het contact met ook vader ja, wel wat aan het herstellen is. En nou, hij was afgelopen zondag jarig. En dan is zoon hoor ik dus vandaag, zijn zoon op visite geweest. Dus we hebben een belangrijke rol daarin. En ik denk dat jij ook wel... Nou, jij bent wel in dit eigenlijk echt de brug geweest. Hè? Ja. Tussen de kloof die is ontstaan tussen zonen ja. en vader daarin. Ja. En ik denk dat je als case manager, nou eigenlijk denk ik als elke zorgprofessioneel daarin wel echt iets kan betekenen. Ja. Maar wij zien het voornamelijk buiten de deur. En nou ja, daar hebben we hele mooie voorbeelden inderdaad van. Ik heb ook, ik ga even. Ik heb twee casussen die eigenlijk hetzelfde zijn, maar eigenlijk ook super verschillend. Het zijn beide mannen die thuis wonen met hun partner nog. Waarbij de ene partner, heel erg overvraagd. Nou, ze worden allebei heel erg overvraagd. Maar de ene partner die overschat haar partner heel erg. Dus die denkt dat hij nog echt nog van alles kan. En dat het allemaal lukt. En dat hij snapt niet dat hij alleen maar op de bank zit. En dat hij niet even de boodschappen voor de doet. Of dat hij eventjes langs de sigarenboer gaat om zijn eigen sigaartjes te halen. Die overvraagt hem enorm. En aan de andere kant heb ik een partner die, ondanks dat meneer zichzelf echt aan het dooddrinken is thuis, wel de consumpties voor haar man haalt. Omdat ze zijn wensen wil behartigen. Ze weten ook dat dit niet goed is. Maar ze zegt, ik kan hem niet thuis laten. En dat hij heel erg boos op mij wordt. Want nou ja, als hij het niet haalt, dan wordt hij dus heel erg boos. En bij de ene partner waar die man dus nog heel veel drinkt. Ben ik er voornamelijk voor de contactpersoon. Voor de man te zorgen. Ik ondersteun haar. Ik denk met haar mee. Ik hoor haar aan. Ik luister naar haar. En het is gewoon even een soort soms stoom afblazen. En bij de andere partner, misschien voor iedereen wel een beetje bekend. Soms ga je in een casus stappen en dan heb je vaak al snel een oordeel klaar. Dat heb ik zelf in ieder geval. Dat probeer ik echt te vermijden. Maar soms ontkom je er gewoon niet aan dat je een oordeel hebt over een bepaalde situatie. En in die hele situatie was er gewoon niet zo heel veel liefde meer te zien. En dat heb ik ook gevraagd van, weet je, waarom deze man kan eigenlijk niet meer zo goed thuis wonen. Waarom hou je de hand boven het hoofd dat hij wel thuis moet blijven wonen, terwijl je alleen maar gefrustreerd bent van de hele situatie. En uiteindelijk, na een aantal weken, kwam de aap uit de mouw. En meneer heeft dus een euthanasieverklaring laten opstellen, waarin staat dat als hij opgenomen wordt, dat hij euthanasie laat plegen. En partner kan het dus niet over haar hart verkrijgen, want zij voelt zich mega schuldig als dat zou gebeuren, omdat zij niet meer voor hem kan zorgen. Dus je staat echt dan ook als case manager echt wel in een spagaat. Dat je denkt van ja, ik snap waarom je dat dan niet doet. En aan de andere kant denk je, maar dit is ook geen leven voor beide eigenlijk niet. Want jullie werken elkaar echt mega op de zenuwen. En zoek dan maar eens eventjes de verbinding. Ook met de man te zorgen, maar ook van hoe kan ik die ondersteunen. Ja. Maar ook dat je de cliënt niet afvalt. En daar hoort eigenlijk, ik weet niet, misschien bij sommigen al bekend, de triade, zorgtriade. Waarin je ziet dat de cliënt bovenaan staat en dat we meer met elkaar moeten gaan samenwerken. Zeker deze tijd waarin heel veel verandert, maar eigenlijk altijd. Waarbij de cliënt bovenaan staat en de familie en de zorgverleners daaromheen. En alle lijntjes zijn met elkaar verbonden. Maar op het congres sprak er iemand en die zei, eigenlijk vinden wij dat de triade zo moet staan. Want jij komt als zorgprofessional in een situatie die misschien al 30 jaar zo is, misschien 20 jaar, nou ja, al heel lang zo bestaat. Zij hebben hun eigen waarden en normen, hun eigen dingen waar ze zich aan houden. En wij komen er maar als zorgprofessioneel in, gaan ineens allemaal dingen willen veranderen, adviezen geven, verwachtingen hebben, ja. Terwijl dat soms helemaal niet terecht is. Nou ja, misschien wel terecht. En wij zien het ook vanuit ons eigen oogpunt. Hè? Want wij denken, we hebben allemaal verstand van het ziektebeeld Korsakoff. En dat denk ik dat we daar ook over mogen spreken. Maar onthoud, je komt in een bestaande situatie die al heel lang zo werkt of niet werkt. En je hebt daarin gewoon te luisteren naar wat zijn de wensen, wat zijn de behoeften. En daarom vond ik dit plaatje al heel erg mooi. Er zijn ook heel veel dingen niet uitgesproken. En ook dingen die wij gewoon niet weten. Dus dat maakt het soms ook wel heel lastig. Ja, zeker. Ja. En net zoals die partner met die meneer met de euthanasieverklaring, die zegt, ik ben hier ook niet voor gemaakt. Ik ben geen geboren mantelzorger. Ik wil het niet zijn. Ik ben daar te jong voor.
En daar is dit misschien wel een heel mooi dingetje bij. De mantelzorger of de mensen die mantelzorgen. Er was op de congres was er een ervaringsdeskundige, een vrouw die had een zoon die in de GGZ overal naartoe ging. En een moeder met dementie. En zij zegt, ja, maar het is allemaal leuk en aardig. Jullie zeggen allemaal de mantelzorger, samenwerken met de mantelzorger. Maar zegt ze, ik heb hier ook niet voor gekozen. Het is ook niet mijn keus geweest. En waarom noem je het als iemand dementie heeft, iemand met dementie of het syndroom van Korsakoff en noemen dit de mantelzorger? Ze zeggen, ik vind dat je eigenlijk gewoon, je bent iemand die mantelzorg verleent in plaats van de mantelzorger. En dat is waar wij ook vaak tegenaan lopen. Wij waren op een Alzheimer café en daar werd gezegd door iemand een dementerende ouderen. Nee, die ouderen, het is geen dementerende ouderen, want hij is niet de ziekte, hij heeft een ziekte. En dat is dementie. En wij zeggen ook niet die Korsakoffer, het is iemand met het syndroom van Korsakoff. En ik vond het wel heel fijn om even die eye-opening te hebben. Dat je denkt van ja, weet je, de meesten hebben hier niet voor gekozen. Die worden in een hokje geduwd. Jij bent de mantelzorger, maar het is iemand die de mantelzorg verleent. En nou ja, toen ik dat hoorde, dacht ik, dit is wel iets om in het achterhoofd te houden. Want het is vaak geen keuze wat mensen hebben. Mag ik een vraag stellen, Romy? Zeker. Wat kun je, als je, stel je bent mantelzorger, maar je wilt het niet zijn, kun je er ook weer vanaf komen? Is daar, hoe er is werkt geen, dat dan? Ja, er is geen briefje waar je dan op tekent, nou, ik ben nu klaar met mantelzorg, ik dien hem in en ik hoef er niks mee te maken te hebben. Maar ik merk wel dat als ik door andere hulplijnen in te zetten, kan je ze op sommige dingen wel ontlasten. Dus je hebt bijvoorbeeld een zorgmaatje kan je instellen. Dus, die meneer waar ik het net over had, die heeft bijvoorbeeld één kamer helemaal vol liggen met was. Dat overziet hij niet meer. En ja, in dat uurtje dat ik daar ben, kan ik hem daar ook niet ondersteunen. Maar nu heb ik zorgmaatje gevraagd en die gaan gewoon, die komen nu elke week. En die gaan met hem die was uitzoeken en op orde brengen. En nou, dan merk je dat die kinderen daar dus heel blij mee zijn. Zeggen, want dan hoeven wij dat niet te doen. Ja, ja. Dus, ja, en bij die partner die cliënt heel erg overvraagt, daar hebben we nu dagbehandeling ingezet, zodat zij wel gewoon naar haar werk kan, want dat vindt ze heel erg belangrijk. We zijn er nu bezig met thuiszorg inzetten, zodat zij niet elke keer met hem de strijd aan moet gaan. Heb je medicijnen ingenomen, dat die buiten haar ligt, zodat het wat draaglijker hopelijk wordt voor haar thuis. Ja. Ik denk nooit dat je helemaal van de stempel mantelzorgen afkomt als je daar eenmaal in zit. Ik denk dat je voor jezelf gewoon heel erg grenzen moet stellen. Wat kan ik aan? Wat kan ik uitbesteden? En daar heel naar kijken. En bij ons ook wel de rol om goed te kijken. Is die mantelzorg niet op een gegeven moment zo overbelast? En dan moeten we ook echt wel ingrijpen. Ja. Ja. Helder, dank jullie. Even kijken hoor. Nou, wij lopen ook wel, ook in dit werkveld, wel tegen heel veel dingen aan. Ja, helaas. Ja, naast dat als de mantelzorg zijn, maar zijn ook vaak niet in beeld. Dus er zijn heel veel cliënten, dat zullen jullie ook ervaren, die hebben helemaal geen mantelzorgers of iemand omheen, geen naaste, geen visite die komt met de kerst. En dat is ook wel gewoon lastig. Ja. Want eigenlijk, je merkt in zorgland, we hebben steeds minder tijd en heb je eigenlijk die mensen heel hard nodig. Maar ja, ook het ziektebeeld brengt wel met zich mee dat die mantelzorgers er gewoon niet zijn. Maar ik denk wel, we lopen hier tegenaan. Maar we kunnen ook als zorgprofessionals wel dat gat iets meer dicht door echt de mantelzorger te zien. Ja. En ook al is het inderdaad al dat ze even op visite komen voor een verjaardag. Ja. Is dat wel al een dingetje. Dat is wel verbonden. Ja. 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 Nou, daarnaast merken we ook dat over de mantelzorgers overschatten zichzelf. Ze hebben soms echt geen weet van het ziektebeeld. Ze hebben, vinden het lastig, begrijpen soms ook echt hun partner, hun naaste niet. Denken zelf dat ze heel goed kunnen zorgen en heel veel over kunnen nemen, kunnen helpen. Maar eigenlijk tegen hun eigen grenzen aanlopen. Waardoor ook het contact soms juist heel erg moeizaam gaat. Nou, de zorgvragen, die kan natuurlijk ook heel veel verwachten van die mantelzorger. Dus die zet die ander onder druk. Ja, ja, dat die heel veel willen, blijven maar bellen, blijven maar, wanneer kom je weer? Je komt nooit op visite, terwijl ze de dag ervoor zijn geweest. En maar bellen en maar vragen, ik heb geen sigaretten meer. Wanneer mag ik nu naar huis? Wanneer mag ik nu naar huis? Jij zit daar lekker thuis, maar ik wil ook naar huis.
En ja. daarin hebben ja, ook gewoon alle zorgverleners gewoon wel een belangrijke rol om daarin en de cliënt, maar ook zeker die mantelzorger te ondersteunen. Ik denk dat we daar ook wel een mooi voorbeeld hebben van die mevrouw die we samen bezoeken. Ja. Die heel erg geaard, die heeft een zoon en een dochter. En die mevrouw zeer ernstig COPD, maar die liep wel nog 20 minuten naar het winkelcentrum om in ieder geval de drank te halen. Ja. Maar waarbij wij hebben gezegd van neem het pasje dan alsjeblieft in, zodat ze daar niet om kan gaan. Maar dat wel die zorgvraag, dus die mantelzorg echt enorm onder de huid gaat zitten. Maar ook echt wel een beetje opmerking maakt van ja, maar ik ben geen klein kind. En nou ja, je kan het wel een beetje zelf invullen hoe dat dan gaat. Waarbij die mantelzorg op de deur zegt ja, ik ben gewoon in staat om gewoon die pimpels weer terug te geven. Dat is, dan gaat ze maar lekker naar de winkelstoel. Dan zoeken ze het maar uit. Dan zoeken ze het maar uit. Ja, en dan is dan gewoon de taak aan de zorgprofessionals. Luister, denk mee, kijk wat er mogelijk is. Ja, die dingen denk ik dat heel belangrijk zijn. En wij kunnen soms daarin ook wel even de bad guy spelen. Dus dan, dan houden we de familie, geven we de positieve rol. Ja. En dan zijn wij maar de boosdoener. Zijn wij maar degene die hebben gezegd het pasje moet ingeleverd worden. En dat scheelt wel. Ja, ja. Zeker. Mag ik nog een vraag stellen? Want jullie mogen trouwens ook vragen stellen. Hè? Als publiek, gebruik de chat of kom zelf in beeld. Steek je hand op via opsteken. Is het mantelzorger zijn voor iemand met het syndroom van Korsakoff? Is dat, of jullie zeiden net anders, je bent het niet, maar het is een rol. Hè? Mm-hmm. Is die rol anders dan bij dementie? Is het moeilijker? Of hoe zou je dat... Nou, ik denk wel dat die anders is. En zeker als je naar het laatste puntje kijkt. Er is natuurlijk in die voorgeschiedenis enorm veel gebeurd vaak. Alcohol wat nou ja, vaak geen hele leuke geschiedenisverhalen heeft. Bij mensen met dementie. Weet je, daar hebben de mensen niet voor gekozen. Die krijgen dat vaak en daar kunnen ze niks aan doen. En deze mensen drinken. Die weten wat ze zichzelf aandoen. Hebben soms ook geen ziekte in zich meer. Maar zo zien mantelzorgers het vaak van, ja, je hebt jezelf de vernieling ingedronken. Het is je eigen schuld. Het is je eigen schuld. Ja, ja. Dus het is echt wel anders. En nou, dat is net zoals bijvoorbeeld een mantelzorgers met iemand die kanker heeft. Die mensen hebben daar ook niet voor gekozen dat ze dat kregen. Maar dat wordt wel vaak zo gezien bij dit ziektebeeld waar wij mee werken allemaal. Ja. Ja, dus daar zit wel een verschil in. Ja. Yvonne heeft een vraag. Ze is nu ook... Ik wil daar even op inhaken, want ik hoor case manager dementie inderdaad. En dan ten opzichte van case manager Korsakoff, mijn ervaring is inderdaad dat daar verschil in zit. Ik heb een aantal Korsakoff cliënten ook in mijn caseload. Daar heb ik Romy regelmatig over gemaild. Maar dat is zijde. Wat ik inderdaad ervaar is dat de dementie situatie met betrekking van samenwerking met mantelzorger is wat is minder complex. Het is minder complex dan met Korsakoff. En inderdaad, ik herken me wel in wat Romy zegt. Mensen met Korsakoff die hebben inderdaad een andere verleden, om het zo maar te zeggen. Wat vaak in de samenwerking niet altijd helemaal fijn is gegaan, om wat voor reden dan ook. Mensen met dementie is meer van, je kan er niks aan doen. Ineens heb je daar toch de diagnose dementie. En iemand kan om allerlei redenen een goede baan enzovoort hebben gehad in de samenleving. Dus die hebben een hele andere achtergrond. Dus daar is wat minder complexiteit in die relatiesfeer geweest. Wat natuurlijk door alcohol en andere middelen die vaak ook daarbij hoort. Dat maakt het helemaal veel complexer. De mensen hebben ook geen mantelzorgers vaak. Dat je denkt, waar moet ik beginnen? Nou ja, een hele ingewikkelde casus gehad. Dus heb ik ook expertise... Centrum Korsakoff moeten bellen van hoe moeten we dit gaan doen? Er is gewoon helemaal geen mantelzorgers. Ik had geen idee waar te beginnen. Gaandeweg een zus opgespoord die in ieder geval achter de scherm wilde samenwerken. Op die manier ga je heel voorzichtig, toch een beetje krijg je een inzicht in wat er vroeger heeft gespeeld. Dus dan moet je gewoon op die manier, je moet het allemaal zo anders gaan inzetten. Dus dat was voor mij echt een eye-opener van, zo kan het dus ook. Echt veel complexer vind ik zelf.
Ja. Ja, en het is ook een heel broos lijntje, vaak, want doordat er zoveel gebeurd is en er is misschien wel een beetje contact, maar dan, ja, het is ook gewoon beschadigd, zoals jij net zei, in die situatie met die twee zonen. Het is gewoon echt voorzichtigheid ten top is geboden eigenlijk in de situatie. Ja. En nou ja, dat misschien wel, dankjewel trouwens hoor, voor je toevoeging. Dat is ook het laatste puntje waar wij zelf wel eens tegen aanlopen. Omdat er vaak zoveel gebeurd is in de thuissituatie. Hebben mantelzorgers ook niet altijd even een goede bedoeling met mantelzorgen. Waarbij je ziet van, nou ja, soms worden wel eens rekeningen leeggeplukt van cliënten. Er wordt misbruik, of machtmisbruik eigenlijk. Nou ja, wat zie je gebeuren van, je hebt nu naar mij te luisteren en dit gaan we gewoon zo doen. En dat vind ik soms ook wel naar, want doordat je een paar van die slechte ervaringen hebt gehad, blijft het altijd, bij mij in ieder geval, altijd wel wat in mijn achterhoofd knagen van, heeft deze mantelzorger nou wel goede bedoelingen of niet? Of wat is dit onderbuikgevoel wat ik nu voel? En klopt het wel? En nou ja, dat is wel fijn dat je dan in ieder geval met collega's kan sparren en erover kan hebben van, ja, hoe zou jij dit interpreteren en wat is jouw gevoel hierbij? En maak ook gebruik van elkaar. Hè? Wij hebben regelmatig wel contact. En soms gaan we ook bij casussen gewoon eens even samen kijken. Dat scheelt en mag ik nog even daarop inhaken? En buiten de familieleden heb ik ook wel ervaren dat er vrienden zijn of buren. Iets dat je denkt van, oké, met welke belang, met welke intentie. Ja, daar gaat ook inderdaad je onderbuikgevoel gaat opspelen van wat is hier aan de hand. Dus dat heb ik inderdaad, zeker bij de Korsakoff cliënten merk ik dat veel sterker is, in ieder geval bij mij. Ik krijg trouwens mijn handje niet meer weg, Erik. Help. Oh. Mag je opsteken klikken dan nog een keer? Klik ik hem, toch? Ik laat hem, als het goed is, is hij nu weg. Oké, ik hou even stil. Ja, oké. Dankjewel, Yvonne. Gezien de tijd denk ik wel dat we even snel, iets sneller. Ja. Wij hebben eigenlijk nog een stelling. En wij zijn eigenlijk wel benieuwd hoe jullie erover denken. Maar nu is heel mijn stelling weg. Kunnen jullie iets zien? Nee. Zal ik de stelling even voorlezen? Waarom is die weg? Oh, wacht. Gaat dat kunnen? En komt die nog als je nog een keer klikt? Ja, daar hebben we. Kunnen wij mantelzorgers vragen... Dat is dan eigenlijk een beetje voor intramurale cliënten. Kunnen wij mantelzorgers vragen om zorg te verlenen bij onze doelgroep? En dan mag ik even zelf je interpretatie. En ik zou het fijn vinden als ze wat antwoorden. Even, oh kijk. Ja, nee. Kunnen we dat? Ja. Ik wil graag even ja en neetjes. Ja, gaat nee. Ja, dat ben ik. Jij ook? Wil je met me mee? Ik doe met je mee. Oh, wat grappig. Is er iemand die zijn antwoord al zou willen toelichten? Is maar een jaartje? Ja, een jaartje. Een jaartje. Waarom vinden jullie dat? Kan jij iemand het woord geven, Erik? Als iemand wil. Michelle en Katinka willen wel. Nou, dames. Hi. Hi. Hallo. Hey, ja, vragen kan altijd, toch? Zo is het, zeker. Absoluut. Ja, ja, en als je nu al zegt, nee, dat kan niet. Ja, dan heb je gelijk al je glazen ingegooid, zeg maar. Ja. Ja, nee, zeker. Even kijken. Carla zegt, je kunt het vragen, maar wel als een open vraag. Waar ook een nee een antwoord zou kunnen zijn. Ja, hetzelfde wat jij zei, ja. Ja. Zijn er ook mensen die nee hebben geantwoord? Ja, die zijn er. En wat is hun beweegreden? Is er iemand die wil uitleggen waarom die nee heeft aan? Nou ja. Ik heb zelf nee geklikt. Want ik vind eigenlijk door het broze lijntje wat we al hebben met de mantelzorgers. En dat we al blij mogen zijn als er überhaupt een mantelzorger in beeld is. Vind ik niet dat we mogen vragen om zorg echt te verlenen. Wel om gewoon misschien even een lekkere frisse neus te gaan halen. Of iets leuks te ondernemen, een kopje koffie te gaan drinken. Maar ik vind niet dat we de mantelzorgers binnen de intramurale setting echt... dan is het toch ook wel een beetje een ja. Ja, maar is dat... Het is wel mantelzorg. Ja? Het is ook mantelzorg, ja. Ja, nou, ik vind nog steeds nee. Nee, maar de heel gelijkrempelig. Niet echt de zorg dingen zoals... dat je helpt met eten geven, met echte zorg, douchen en dat soort dingen. Ja.
Ja, dat is ook zorgen. Ja, ja. Zeker. Dat klopt. Maar binnen de intra... Ja, wij krijgen nog allemaal dingen in beeld binnen. Soms is het vooral... Wat staat daar? Erik, kan je die verder lezen? Belangrijk. Ja. Soms is het vooral belangrijk om uit te zoeken welke belangen en wensen er vanuit familie zijn. Ik heb wel eens te maken gehad met een partner die altijd de zorg verleende en het moeilijk vond om dit volledig uit handen te geven. Daar hebben we dus goede afspraken mee gemaakt, zegt Lottie van Dulma. Oh ja. Ja. Dat is ook een mooie inderdaad. Ja. En dat is het allerbelangrijkste. Ga het gesprek aan. Ja. Wat willen ze wel? Ja. Dat is het vooral. Hè. Wat wil je niet? Dat is vaak heel makkelijk gevraagd. Wat wil je echt niet meer? Maar je kan ook vragen, wat zou je nog wel willen doen? Ja. En ik denk als je hem op zo'n positieve manier wel insteekt, dat je al sneller iets voor elkaar krijgt dan als je zegt van, wat wil je niet? Want dat is dan een hele opsomming van heel veel dingen. Ja, ik vertelde gisteren bij ons een dochter van een cliënt. Die vindt het heel moeilijk om bij haar vader te komen. En die is eigenlijk nu een maatje van een andere cliënt. Dus dat is er wel. Ze zegt even haar vader gedag. Dan gaat met een andere cliënt gaat ze een spelletje doen of... Dus dat is mooi. Ja, zomaar heel laagdrempelig. Ja. Even kijken. We gaan verder. De zorgkloof. Nou ja, ik denk dat bij de meesten wel bekend is ook in de troonrede genoemd dat er een zorgkloof aan het ontstaan is door de vergrijzing in Nederland. Dat er steeds meer mensen gevraagd worden om zorg over te nemen, omdat er te weinig zorgprofessionals in de huizen en daarbuiten werken. Er zijn heel veel vacatures staan open. Ja, ik kan daar heel veel over vertellen. Ik denk dat het leuker is om straks naar het Korsakoff Café uitslag te gaan. Wel is goed om te melden, denk ik, dat we binnen Slingendaal wel gaan starten met een mantelzorgpilot. Dat is vanuit Lely Zorg breed gaan we dat doen. En we gaan kijken van, hoe kunnen wij binnen Slingendaal eventueel wel mantelzorgers inzetten? Of hoe kunnen wij ze meer betrekken? Of kunnen we uit gaan zoeken of er misschien bij mensen die helemaal niemand hebben, toch nog iemand in de buurt is die wel contact wil hebben met diegene. Maar dat zal heel laagdrempelig zijn. Maar dat is misschien voor een andere keer. De mantelzorgpilot, als we iets weten. Even samenvattend. Oh, dat was ik. Nou, vanuit onze eigen ervaring in contact met onze met de mantelzorgers hebben we toch wel ervaren dat het zo belangrijk is om echt te luisteren. Dus hoor het verhaal erachter. Bouw vertrouwen op. Begin gewoon heel laagdrempelig. En de veiligheid is gewoon heel belangrijk. En, zeker dat eerste één aanspreekpunt vanaf het begin. We worden beide heel vaak gebeld. En ook mijn collega's worden heel vaak gebeld met zeer schrijnende verhalen. Vaak van familieleden waar overal de deur is dichtgegooid. Die nergens naar binnen kunnen. Die niet weten wat ze moeten. En luisteren en tijd erin investeren, dan dat stukje. Dat is zo ontzettend belangrijk. En dat je wel elke keer terug kan komen bij die persoon van, weet je, ik weet het gewoon echt niet meer. En dat je dan zo vaak terugkrijgt van, jullie zijn de eerste die echt naar me luisteren. Ja. En ze even de tijd nemen voor iemand. Ja. Die is echt, maar daarom staat hij ook zwart gedrukt. Ja. Structuur en duidelijkheid vanuit ons, zodat wij soms de boeman kunnen zijn en niet de naaste. Nou, spreek je mantelzorger met de cliënt erbij, maar ook soms ook even los van de cliënt. Want je merkt ook als een cliënt erbij zit, is het gewoon soms heel moeilijk. Ja. En dat is voor beide. Nou, eigenlijk vanuit al deze ervaringen hebben we eigenlijk een gegeven moment zoiets van, joh, we moeten iets met die mantelzorger. Wat zouden we daar nou eens mee kunnen? En hebben wij samen het idee opgevat om een Korsakoff café op te starten. En met het thema, kom je bij ons op de Korsakoffie? Ja. Nou, en dat zijn we vorig jaar, februari denk ik, is dat idee ontstaan. We hebben toen een subsidieaanvraag gedaan bij FNO Klein Geluk. Om iets van centjes te doen, voor elkaar te krijgen. En eigenlijk met het doel, lotgenotencontact. Ik doe elke maand een familiebijeenkomst organiseren voor de mensen die nieuw zijn op de OSU. En daarin kwam gewoon echt naar voren dat die naasten zo ontzettend blij waren met gewoon even een stukje aandacht, uitleg over wat de afdeling doet en waar de opname voor is. Maar tijdens die informele bijeenkomst, maar ook tijdens de informatievoorziening, gingen ze met elkaar in gesprek en kwamen ze met elkaar van, oh, heb jij dat ook meegemaakt? Oh, ik ben niet de enige. Oh ja, dit is bij mij gebeurd. Oh, dat is bij mij ook gebeurd. En toen dachten we, maar hier moeten we echt iets mee. Want er werd zo vaak ook gezegd, dit is echt de eerste keer dat we zo'n soort familie-informatiebijeenkomst hebben. Waarom gebeurt dat niet vaker? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Bedankt. wat is het doel? Lotgenotencontact, psycho-educatie voor de naasten. Omdat ze gewoon ook niet, vaak niet zo heel goed weten
Wat is het nu? Wat kunnen we ermee? Hoe kunnen we de benadering doen? Maar ook contacten herstellen. Nou ja, dat is al eerder gezegd, dat lijntje is knijterbroos. En het is gewoon echt door inzicht te geven in het ziektebeeld, met elkaar erover te spreken. Dan denken ze, oh ja, misschien moet ik toch maar weer even een keertje langs gaan. Maar ook wederkerige informatievoorzieningen. Wij geven informatie aan de mantelzorgers, maar de mantelzorgers geven ook informatie aan ons over wie is hun naaste, waar maken we hun naaste gelukkig mee, waar kunnen we rekening mee houden. Ze geven ons echt wel mooi inzicht, ja. Ook de familieleden. Ja. Zeker. Ja. Steun bieden en mantelzorgers weerbaarder maken. Als je meer weet hebt over wat het ziektebeeld is en hoe je weet hoe je ermee omgaat, zeker met bijvoorbeeld die directieve benadering, dan maak je de mantelzorger ook weerbaarder voor alle uitspraken die een cliënt zou kunnen doen. En dat normaal een mantelzorger zegt, oh, nou, dan ga je lekker niet douchen. En nu zegt bijvoorbeeld de mantelzorger, je gaat nu aan het douchen, je handdoek ligt klaar. Nou ja, zo kan je ze ook weerbaarder maken, maar ook uitwisselen van ervaringen. En de laatste, ja, de ongedwongen sfeer die daar is op een Korsakoff-café is echt taboe doorbrekend. En geven mantelzorgers echt het idee dat ze er niet alleen voor staan. En dat vinden wij echt de grootste, ja, het allerbelangrijkste. En dat is echt het mooiste doel van heel het Korsakoff-café, denk ik. Ja. Ik lees, hoe hebben jullie de mantelzorg benaderd om gemotiveerd om aan te sluiten? Ja, eigenlijk hebben ze heel veel persoonlijk benaderd. Een appje, een belletje. En ook binnen de afdeling heeft ook de zorgcoördinator het heft in handen genomen. En heeft echt wel persoonlijk de mensen uitgenodigd. Dus dat werkt het allerbeste. En ook gewoon uitleggen, wat houdt het in? Uitleggen dat het heel laagdrempelig is. Kom gewoon een kopje koffie. We gaan iets meer vertellen over het ziektebeeld. Misschien wat handvatten, hoe je daarmee om moet gaan. Ja, en dan merk je toch dat je, ja, doordat je eigenlijk al wat betere band hebt met die mantelzorg of die familie. Dat het ook, de investering in het contact. Verbazingwekkend. We hadden gehoopt op iedere 10 tot 15 mantelzorgers. Maar dat is echt overveel meer geweest. Ja. Ja, en bij binnen Slingendaal hebben we het eigenlijk ook gedaan. We hebben de uitnodigingen maken we. En de uitnodigingen laten we dan ook, doen we ook versturen per mail. En vaak nog eventjes nabellen van hoe zit het nu. En zeker ook de EVV'ers pakken nu op, de social workers binnen de Slingendaal en maatschappelijk werken, die maken het ook steeds kenbaarder. Dus er komt ook steeds grotere groep waar er steeds meer vraag naar eigenlijk ook. Ja. En, we hebben wat mooie sfeerbeelden. Ja, tada! Het is iets meer dan tussen de 10 en 15 mensen. Ja. Ja, er is één bijeenkomst geweest dan nu in Rotterdam. Dat was de eerste en de tweede was in Dordrecht. En bij beide keren 50 tot 55 aanwezigen, waar ook wel wat zorgpersoneel bij aanwezig was. En ook een mantelzorgmakelaar. Dus ook op LinkedIn hebben we wel aandacht gekregen. Maar we wilden ook niet te veel aandacht. Want we hadden zoiets van, we weten ook niet wat het ons gaat brengen. Dus we wilden wel, er zijn echt voor die mantelzorger, voor die naaste. En daar wilden we onze energie aan geven. Dit is ook, ik zie je vraag, is dit ook voor thuiswonenden? Ja. En dat is zeker ook het geval. Ja. Zeker bij in Dordrecht waren er echt heel veel van extramurale zorg, heel veel mantelzorgers van extramurale zorg aanwezig. Vanuit en Rotterdam en vanuit Dordrecht. Nee, intramuraal bedoel jij? Nee, van mij waren ze allemaal van extramuraal. Ja, en bij mij is het veel meer van intramuraal. Dus het wisselt gewoon heel erg. Ja. Dus, Hebben mensen met Korsakoff vaak mantelzorgers? Of hoe zit dat een beetje? Komt dat voor of is het, hoe gangbaar is het? Ik denk wel dat bijna iedereen iemand heeft. Eén iemand. Het is niet een hele club vol met mantelzorgers. Nee. Maar bijna iedereen heeft wel iemand. En als iemand niemand heeft, dan is er vaak een mentor toch aanwezig. Ja. Dus die zijn er wel. Ja. En dat is te zien. Maar we zien ook dat er bijvoorbeeld familie komt van cliënten die eigenlijk niet bij hun vader of moeder op visite gaan, maar wel naar het Korsakoff Café komen. En dat wel een goede brug kan worden om uiteindelijk wel te gaan. Die hebben daar gesprekken ook met zorgverleners. Hmm. En dat maakt het wel allemaal wat makkelijker. Ja. Ja. Er komen twee vragen binnen. Wanneer is de volgende bijeenkomst? 15 mei. Die is 15 mei in Rotterdam. De uitnodigingen volgen nog daarvoor. Combinatie, levert dat wat op? Een combinatie extra en intramuraal? Ja, zeker. Ja. Ja, want ze gaan ook met elkaar in gesprek. En dan hebben ze heel veel
Zeker mensen van extramuraal, die zijn heel erg benieuwd hoe het intramurale stuk eruit ziet. En de mensen van het intramurale kunnen dan ook weer een begeleidingsstukje bieden voor de mensen die extramuraal zijn en zeggen van, oh ja, daar ben ik ook tegenaan gelopen en dat heb ik zo gedaan. Dus het levert zeker wat op. En zijn er ook de professionele mentoren uitgenodigd? Nee, bewust niet. Nee, we hebben echt en dan in Dordrecht hebben wij pas een avond voor mentoren en bewindvoerders gehouden. Maar die hebben toch een iets andere insteek. Hier gaat het echt wel meer op over de mantelzorg. We hebben wel binnen Slingendaal hebben we meerdere cliënten dezelfde mentor. Die krijgt dan wel één uitnodiging en dan kan hij zelf beslissen of hij er naartoe kwam of niet. Maar die hebben we niet gezien. Nee. Even kijken. Oh, hier zijn we echt mega trots op. Wij hebben een grafiek gemaakt. Nou, dat is heel knap. Wij hebben tijdens alle Korsakoff-cafés enquêtes laten invullen na afloop. En vier van die vragen die in de grafiek staan. Ik miste niks vanavond. De benadering van het café sla bij me aan. Ik heb gekregen waar ik voor kwam. En ik voel me gehoord en gerespecteerd. Daar hebben de mensen op gescoord in een lijn. En die hebben we hier ingezet. De eerste was natuurlijk ook, de eerste café was echt wel een zoektocht van, wat moeten we doen? Hoe ziet het eruit? We hebben hem heel goed overdacht, maar het was ook wel van, wat kunnen we hier uithalen en wat leren we hiervan? En daarin zie je wel echt dat er iets minder is gescoord dan de tweede bijeenkomst. Toen hebben we echt de feedbackpunten hebben we verwerkt in het tweede Korsakoff café. En dat een daarvan was eigenlijk, ze wilden meer met elkaar in contact. In de eerste café was dat iets minder. Hadden we mensen voor aangezet en er konden vragen aangesteld worden. Maar ze wilden eigenlijk meer met elkaar echt in contact. Dus aan een tafel zitten en met elkaar het gesprek aangaan. De eerste keer was vooral heel veel zenden, heel veel informatie geven. Maar we merkten wel dat eigenlijk mensen veel meer het gesprek met elkaar wilden aangaan. Ja, en toen hebben we ook de tweede bijeenkomst veel meer ingezet op een combinatie van. Dus vooraf eerst wat informatie en na de pauze hadden we thematafels gemaakt met gespreksonderwerpen. En dat eigenlijk ging dat in de pauze al zo vanzelf lopen dat we eigenlijk daarin alleen maar wat gesprekspartners bij tafel hadden om het gesprek te leiden. Een goede banen te leiden. Ja. Lottie vraagt naar de structuur. Dus je omschrijft nu een structuur, Sandra, maar was er eerst een plenair deel en dan een. Ja, klopt. Ja. 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 Ja, het waren dan geen workshops, maar echt gewoon thematafels. Dat hadden we eigenlijk bedacht. We dachten, we doen een thema verlies, een thema omgaan met autonomie. Ja, en toen bleek eigenlijk, iedereen zat al aan een tafel en hadden elkaar al een beetje gevonden. Toen dachten we, als mensen nu weer moeten gaan schuiven op een tafel, dan halen we eigenlijk die veiligheid die net een beetje is ontstaan weg. Dus we hebben gezegd van joh, we hebben het losgelaten. En we hebben op een PowerPoint laten zien van joh, dit zijn de thema's die je met elkaar kan bespreken. Ja. En toen hadden we zoiets van, dat is wel nodig. En toen merkte ik dat, eigenlijk per tafel hadden we twee professionals gewoon vanuit ons, de werkgroep, aan tafel zitten. En die het gesprek een beetje leiden. En dan zie je wel dat op de ene tafel gaat het heel soepel. Bij de andere tafel moet juist iemand gerend worden. Sommige familieleden die dan toch wel de boventoon voeren. Ja. Maar dat waren dingen die je eigenlijk in de enquête is wel een heel wat verder eventjes uitdiepen. En Lottie, misschien ook nog even voor jou lunch. Wij hebben hem in de avond georganiseerd van 7 tot 9. We zien wel dat die tijd, dat loopt elke keer wat uit. Tot nu toe wel. Maar het is in de avond dat mensen gewoon 's avonds kunnen komen. En het duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. En dat is echt wel genoeg dan ook. Ja. Merken we. Ja. Maar dan zie je ook weer in de enquête. Er zijn mensen die geven aan. Het was een beetje kort. Mag wat mij betreft veel langer duren. Terwijl anderen zeggen, iets korter kan wel. Dus dat is allemaal wel heel persoonlijk. En dat is het fijne wel met die gesprekken achteraf. Gewoon de mensen die gewoon klaar zijn, die kunnen ook gewoon weggaan. En de ander blijft gewoon wat langer nakletsen. Ja. Dus, en dat merkte je wel bij de avonden, dat het wel heel informeel was. Mensen voelden zich echt wel veilig en prettig. Ja, echt gehoord. Ja. Omwille van de tijd. We hebben 10 minuten nog en jullie hebben nog 9 slides. Oh. We gaan er kort doorheen. Ja. En iedereen kan het daarna toch ook nog zien? Ja, daarom. De aanvulling van de enquêtes heb je. Oh ja, man. Nou, we hadden live muziek van de cliënten. Bij de avonden hadden cliënten vanuit beide instellingen samen met de muziektherapeut muziek gemaakt. Dus dat gaf ook wel een beetje een persoonlijke touch. Ja, zeker. Nou, iedereen was gewoon blij met goed georganiseerd, duidelijke uitleg. Nou, sommigen vonden dat veel gericht was op de intramurale cliënt. Dus daar hebben we in de tweede bijeenkomst. Ja, dat is wel het voordeel. Als je zo'n enquête doet, de tweede bijeenkomst, kan je daar gewoon weer op inspelen.
Ja, en niet te veel informatie geven. Dus niet alleen maar zenden, maar ook het gesprek aangaan. Ja. Dan hebben we de benadering van het café sluit bij me aan. De belangrijkste die echt wel uitkwam is, je beseft dat je niet de enige bent. Dat hebben we heel vaak gehoord, maar ook de laagdrempeligheid van het café. Die sluit aan en dat zorgde inderdaad voor openheid en dat er gesprekken op gang kwamen. Wat we net zeiden, de onderling contact tussen de mantelzorgers werd de eerste bijeenkomst gemist. En dat hebben we de tweede bijeenkomst hebben dat aangepast, wat in goede aarde is gevallen. Nou, ik heb gekregen waarvoor ik kwam. Nou, het was wel gewoon een, sommigen vinden het ook fijn, een soort opfriscursus. Even weer horen van wat houdt het nou in, hoe ga ik ermee om? Duidelijke uitleg. Iemand zei, nou, ik wist al veel, maar ik weet nu nog meer. Dat was fijn. En mensen vinden het gewoon fijn om het gesprek met andere mantelzorgers te gaan. En ja, dat brengt hun wel heel veel. Ja, ja zeker. Luisterend oor is gewoon heel erg belangrijk. Maar ook de respectvolle antwoorden van niet dat je oordelend bent, maar dat je echt gewoon op een respectvolle manier het gesprek aangaat met iemand. En de open sfeer en ruimte voor vragen, die kwam daarin heel erg naar voren, dat heel fijn was. Nou, de tips voor mantelzorgers voor een volgend Korsakoff café. Ja, die is denk ik ook voor jullie, want we denken dat het gewoon een heel bruikbaar middel is om in te gaan zetten binnen alle RECs en DECs. En de casusbespreking was ook vanuit de naaste vraag van, ja, geef eens een casus en ja, hoe gaan jullie daarmee om? Mm. Tips? Nou, de thematafel, zoals ik net al zei, van de bepaalde onderwerpen die je per tafel kan bespreken. Misschien vooraf ook inventariseren waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Dus dat hebben we ook gevraagd in onze enquête. De gespreksleider is dus wel belangrijk per tafel om te voorkomen dat er niet sommige mensen alleen maar aan het woord zijn. En maar ja, dat is ook verschillend. Hè? Dat laatst ook de een zegt, ja, er is altijd hetzelfde aan het woord. Terwijl sommige mensen zeggen, ik vind het prima om te luisteren. Ik hoef helemaal niet per se ook wat te vertellen. Dus ja, dat moet je ook een beetje aanvoelen. Ja. Ze gaat ook wel fijn dat ze het vonden als er een psycholoog of een arts aanwezig is. Omdat mensen ook gewoon wel praktische vragen willen stellen. En die hebben zoiets, nu ben ik hier, nou wil ik wel een aantal dingen weten. En de tweede keer hebben we ook gezorgd dat er een psycholoog aanwezig was. En dat was echt wel van meerwaarde. Ja, zeker. Wie zijn er belangrijk om een Korsakoff café invulling te geven? Ten eerste de mantelzorgers, dat is wel handig als die er zijn. Wij hebben ook bij de cafés cliënten aanwezig gehad. Eerst iets minder en de tweede iets meer. Maar wat we wel hebben gezien is dat dan het wel heel lastig is om opener te zijn. Het heeft een remmende werking. Dus we hebben hem echt voornamelijk echt wel ingezet op de mantelzorgers. Maar ook een werkgroep kernteam is gewoon belangrijk dat je met elkaar dat kan dragen, het project. En dat je dat met elkaar op kan gaan zetten. Case manager Korsakoff, ja, dat hoort gewoon bij het takenpakket. Dat doen alle case managers dementie vaak ook. Hè? Een Alzheimer café organiseren. Social workers, EVV, zorgcoördinator, psycholoog of arts. En wij hebben een hele fijne communicatiemedewerker die het logo helemaal mooi heeft gemaakt. Bedankt. Daar zijn we ook heel trots op. Geestelijke verzorging, dat is een goeie. Die hebben wij hier niet bij, inderdaad. Nee. Maar dat ligt ook een beetje aan het onderwerp. Want het kan best zijn dat we de volgende keer een onderwerp als rouw of verlies. Ja. En dat je dan wel de geestelijke verzorger uitnodigt. Ja. Maar iedereen vanuit beide instellingen is ook gewoon welkom. Hè? Dus ja. Je mag ook aansluiten. Ja. Dit is waar we nu voornamelijk mee hebben gewerkt. Met deze mensen. Dan zijn we bij de conclusie van het café. Nou ja, ik denk dat jullie het wel kunnen lezen. Het is wel veel op een sheet. Maar er is dus echt wel duidelijk een behoefte. Het is, mensen vinden het moeilijk om te komen, maar de behoefte is er echt wel. En mantelzorgers zijn echt wel op zoek naar meer informatie, handvatten. Hoe ga ik met mijn naasten om? Ja. Nou, en vooral te zien dat je, en ervaren dat je niet de enige bent. Want er is toch wel veel schaamte. Ja. Ja, dat merk je wel. Ja, zeker. Oh, dat staat er al. En mantelzorgers hebben ook wel een duwtje nodig in de rug om te komen. Dus ook daarin hebben wij wel een belangrijke rol. Van, joh, kom gewoon een kopje drinken. Kom eens even luisteren. Ja. En dat duwtje hebben ze wel nodig. Gewoon nog een keer even een berichtje van, je kwam toch wel woensdag? Ja. 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 Jij wilde wat vragen, Erik? Ja, ik wil morgen een Korsakoff café beginnen in, noem eens iets, het oosten van het land. Zal ik dat even zeggen zo? Ik denk, want jullie hebben al heel veel kennis en kunde en ervaring, zeg maar. Wat is dan handig om te doen?
Om ik zou heel me kunnen even voorstellen wachten. Dat dit... Ja, daar kom je zo op. Wij zijn heel druk bezig, want we zijn een handreiking aan het schrijven. Ja. En dat wordt ook straks vanuit het KKC wordt dat landelijk verspreid. Dus ja. Als iedereen nog heel even geduld heeft, ja, of gewoon, ja, wij zijn het ook gewoon gaan doen, hè, dat is de andere kant. Maar in die handreiking staat gewoon wel informatie. Wat heb je ervoor nodig? Hoe ziet het eruit? Hoe kan je dat beginnen? En het Alzheimer Café heeft ook een mega mooie handleiding. Die we gaan vervormen naar het Korsakoff-syndroom. Daar staan gewoon echt belangrijke dingen in. Ik denk ook niet dat je het wiel opnieuw hoeft uit te vinden als het al uitgevonden is. Dus we hebben nog heel even geduld. We hebben al meerdere vragen gehad van, collega's. Van hoe doe je dat? En heb je al iets op papier? Bijna. Dat is een opmerking. Bij Atlant is er een naaste bijeenkomst. Maar ik verwacht dat we zeker wat dingen kunnen toevoegen. Dus de samenwerking hierin. Ja. Zeker. Die is belangrijk. Ja. En onze laatste is denk ik belangrijk. Het is echt van meerwaarde. Dus doen. Zeker. Ja. Weet je, we hadden ingezet op 10 tot 15 mensen. En het waren er gewoon 30 mantelzorgers die er waren. Tussen 30 en 35. Ja. En je ziet zo dat die behoefte er is. Dus zeker doen. Even kijken. Nou ja, even wat jij kan doen als zorgprofessional. Jullie zijn hier allemaal nu vandaag. Wij kunnen wel het verschil maken op sommige dingen. Heb ook voor de diversiteit in de achtergrond, persoon, relatie, type, mantelzorger. Kijk gewoon naar het totaalplaatje. Heb ook voor de behoeften. Geef erkenning aan de zorgen en daarin ook luisteren. Wees bereikbaar en beschikbaar. Wijs mantelzorgers ook naar ondersteuningsmogelijkheden zoals mantelzorg.nl. Of naar een geestelijk verzorger inderdaad. Of naar iemand van de afdeling. En in de thuissituatie verwijzen mantelzorg ook naar de POH GGZ. Die kunnen ook heel helpend daarin zijn. En lees de zorgstandaard Korsakoff als die uit is. En daar staan ook heel veel dingen in. Ook over case manager Korsakoff. Even kijken. Extramuraal worden er dingen gemist voor deze doelgroep. Ook om mantelzorg te ontlasten. Wat is jullie advies daarvoor? Dat we een keer gaan bellen, denk ik, Yvonne. Ik denk dat dat heel goed is om te doen. Er is een dagbehandeling in Slingendaal en een werkplaats in Dordrecht, waar de mensen terecht kunnen. Overdag te kunnen. Maar ik snap je punt zeker. Ja. Ik zie dat Sabine van Domus op 30 mei een bijeenkomst heeft gepland. Ja, nou, ik denk dat we voor die tijd hem wel af hebben. Ja. Dus daar komt het. Streven, ja. Ja. Nou, als laatste zijn er nog 3 tips die wij jullie willen meegeven. Dus zie de mantelzorger ook echt en zet hen in uw kracht. Luister en bied ze handvatten. En als laatste, ga gewoon beginnen en start een Korsakoff Café. Ja. Dank jullie wel. Ja, dank jullie wel allemaal en voor het luisteren. Jullie ook bedankt. Ik doe even het applaus in mijn eentje. Wij doen ook, zelf applaus. Er zijn ook applaus buttons. Komt de presentatie online, vraagt Sabine. We hebben alle webinars die zijn terug te kijken. Dus je kan op de website van de webinars kun je ook hem zien. Er komen heel veel bedankt binnen en applaus zie ik ook langskomen. Zijn er nog vragen? Ja. Dan kijk ik hier erin met de puntjes. Jij had nog wel een vraag toch, Erik, als laatste ding? Ja, over die invullen van die... Ja, nog iets om in te vullen van Christine en Maaike meegekregen. Ja, maar dat doen we helemaal aan het eind. Helemaal. Ik wou nog vragen... helemaal. Het officiële stuk rondom jullie af. Maar ik wou nog vragen, stel... want er is heel veel enthousiasme nu. En ik zou me kunnen voorstellen dat het wat veel wordt. Stel, je gaat alles oppakken. Hoe kun je daar nou... Hoe kun je daar wat selectief mee omgaan? Of hoe zorg je goed voor jezelf daarin? Vroeg ik me eigenlijk af. Dat je niet alles tegelijk oppakt, bedoel je? Ja, ja. Ja. Ik denk dat wij het op hebben gepakt in de loop van de vragen die we kregen en de behoeften die we hebben gemerkt bij de mantelzorgers en dat het zo is gelopen. Maar net zoals ik die mantelzorgpilot in Slingendaal, die kan ik ook echt pas gaan starten als dit gewoon straks afgerond is, heb ik mijn idee. Want dan heb je dit afgerond en dan heb je een totaalplaatje en dan kan je pas weer door met het volgende. Want het zijn allemaal best wel hele grote projecten vaak die er... die het zijn en om op te pakken en te regelen. Dus doe voor jezelf echt grenzen stellen van... ik kan niet alles tegelijk, er zit soms wat iets meer tijd tussen om iets op te pakken. Ja, en maak ook gebruik van de juiste persoon. Hè? Ik denk, als jij op een gegeven moment die rol met die verbindende factor... ook met die mantelzorger heeft opgestart... kan je op een gegeven moment ook vragen aan de zorgcoördinator... of een ander binnen de instelling die jou daar overneemt. Die taak overneemt. Ja.
De twee afsluitende vragen die ik langs zie komen zijn: één, zijn jullie te mailen? En hoe dan? Oh, dat is een goeie. Wacht, ik ga ze erin typen, onze mailadres. In de chat. Ja, en het andere is: mag de naam Korsakoff Café zo gebruikt worden, trouwens? Zeker, want dat was eigenlijk ons doel. Wat gaan we ervoor vragen? We hebben het niet vast laten leggen, dat is eigenlijk niet heel handig. Nee, we hadden wel van tevoren gehoopt dat dit uiteindelijk landelijk uitgerold zou worden om ook gewoon het hele land te kunnen voorzien. Dus wij zouden het heel tof vinden als wel die naam en het logo uiteindelijk gebruikt gaan worden. Dat je één gezindheid krijgt, net als het Alzheimer Café, dat het Korsakoff Café ook gewoon landelijk zo gaat heten. En de naam sluit ook wel aan. We hebben zelfs van de week had een collega gehoord. Ze zegt, wij gaan de naam ook veranderen van het Alzheimer Café in, weet even niet waar, naar ook café op z'n Duits geschreven. Zegt ze, want er wordt best wel heel veel gedronken bij die Alzheimer Cafés. Dus we kunnen het beter als koffie dan gaan noemen. Dus dat was natuurlijk wel een super toffe compliment erop. Ja. Ik zal even dit ding typen. Jij typt nog in de chat. Heel erg bedankt, Sandra en Romy. Ik sluit nu wel het officiële stuk rondom dit webinar af. Er komt nog een poll of jullie dit oké vonden met Teams. En ik wil jullie ook nog wijzen op het volgende webinar, 10 april, van Roeline Biemond. Roeline Biemond werkt als psycholoog bij de Amsta groep en ze heeft de Foutloos Leren app ontwikkeld. En dit is de eerste keer dus het webinar via Teams. Hoe hebben jullie dat ervaren? Kunnen jullie eventuele tips misschien nog in de chat zetten? Kijk, er komen al reacties. Die zijn dus ook plenair zichtbaar. Ja. Het filmpje is eigenlijk niet nodig, hè? Ja, het filmpje. Dit filmpje. Nee. Ons niet. Werken, denk ik. Het is heel akelig. Laat het helemaal zo bekijken. Klopt. Ja. Oh, ja, man. Die kan toelichten. Het grote scherm is op zich niet nodig als gast. Nou. Nee, dat is dus wat wij hebben gestypt. Want wij zitten de hele tijd naar boven te kijken terwijl je naar beneden moet kijken. Dus ik denk dat het voor de volgende, je hoeft niet dat grote ding. Ik kan het gewoon op een laptop. Dat is niet meer te lezen. We gaan zo echt helemaal afronden. Dank jullie wel allemaal voor het bezoeken. En dus jullie zijn 10 april allemaal weer welkom. Dit webinar is ook terug te kijken via de webinar website. Mochten jullie vragen hebben, kunnen jullie met Romy en Sandra nog mailen. Bedankt. Graag. Dank je wel. Bedankt. Doei.